Nou, Marco heeft toen hij jong was wel bij Roda gespeeld. Dus ja, dat heeft natuurlijk altijd wel een plekje in zijn hart. Even een dag niet als alle anderen, maar een dag zonder zorgen. Zo'n dag om extra van te genieten. Zo'n dag met een lach. Met een superschone dag maken we het mogelijk en willen we onze klanten en bewoners graag een onvergetelijke herinnering geven. Een droom voor hen die uitkomt. Een wens die in vervulling gaat. Iets wat zij zo graag nog eens willen beleven. Hey Marco. Hey. En, heb je er zin in straks naar Roda? Ja, tuurlijk. Ja? Wie denk je dat gaat winnen? Nou, ik denk Ajax. Ajax? Nee, je moet Roda zeggen, joh. We zijn in Limburg hier. We moeten Roda toch zeker winnen? Ik ben inderdaad aan de wens van Marco gekomen, omdat ik Marco ondertussen al een tijdje ken. Want hij had me altijd in het dierenverblijf en vandaar hebben we ook wel eens gesprekjes. En dan had hij inderdaad verteld dat hij voor Roda speelde. En ja, voetbal, je maakt gewoon alles, dat is zijn passie. En ja, weet je, het was gewoon best wel heel duidelijk dat hij dat gewoon heel leuk vindt. Ja, de stoel moet denk ik misschien nog iets naar voren. Ja, ik denk wel dat hij het spannend vindt, want het is natuurlijk toch wel weer een tijdje geleden. Ja. Zou het wel een mooi cadeautje zijn als ze winnen, hè? Toch? Ja. Het is toch altijd mijn club geweest. Kijk. Heb je dat gezien, Marco? De ballen staan in het publiek gegaan. Nou, dat is pas echt luxe, hè? Is het goede blauw? Zeker. Ik ken Marco gewoon echt als een heel behulpzaam persoon. En ik hoef hem zelf ook maar te vragen van, goh, als ik een muur moet schilderen, dan vraag ik van, goh, Marco, wil je me helpen? En dan staat hij gewoon klaar en ik ken hem ook gewoon echt als zo'n behulpzaam iemand. En hij helpt hier ook heel graag de medebewoners. Dus wat dat betreft is hij hier wel positief bekend. Scheveningen gaan, maar we hebben hem echt de keuze gegeven van goh, wat vind je nou zelf leuk? En toen was het meteen duidelijk, hij wou naar die Rode JC-wedstrijd. Goedendag. Ja. Jonas Peters. Marco Hoenzela. Aangenaam, ik ben de directeur van deze prachtige club. En ik vind het zo leuk dat je er bent, dus ik heb een kleinigheidje voor jou meegenomen. Een sweatshirt van Amsterdam met alle handtekeningen erop. Mooi. Dus die wil ik graag jou overhandigen, is dat goed? Ja, zeker. Ja? Ja. Dankjewel. Leuk dat je bent. Geniet van de avond, hè? Ja. Ja? Zal ik zeker doen. Kan je die inlijsten en op je kamer doen? Of vind je dat niet leuk? Nee, maar aan mijn zoontje. Oh, maar dat vind ik ook wel echt heel lief dat je dat doet. Nou, ik denk dat Marco hartstikke geniet, toch? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook wel echt heel leuk vind. Weet je, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om te zien dat Marco het leuk vindt. En het is ook gewoon echt een hele goede wedstrijd. Als ze nu nog winnen, is het helemaal goed. Hij heeft een goal gemaakt van Ajax. Dus ze staan nu 2-2. Dat is een beetje minder. Mag de wedstrijd wel gaan halen als je wil? Dankjewel. Genoten van de wedstrijd? Ja. Dat is wel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ah, geweldig, hè? Ja. Mooi, man. Mooi. Kijk eens. Fluk is aan het rennen. Kijk eens. Blijf wat. Hier. Van jou. Wil je zakken? Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja, super. Hartstikke mooi. Mooi, hè? Alsjeblieft, jongen. Goed. Dat was een leuke wedstrijd. Dus, een mooie bal gekregen, ja. Ook nog bijna vergeten. Ja.